seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals het betasten van de borsten, dat wil niet altijd strafbaar gedrag zijn. En dat is soms heel moeilijk voor mensen om dat te begrijpen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelende term voor alle verschillende situaties waarin er sprake is van seksueel contact dat over iemands grens gaat. Je kunt dan denken aan een verkrachting, maar ook aan een ongewenste aanraking of een seksueel getint appje waar je niet op zit te wachten. Seksueel grensoverschrijdend gedrag hoeft dus niet per se fysiek te zijn. Niet elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag is ook strafbaar, weet advocaat Dianta van Eijsden. Als je dus heel duidelijk kenbaar maakt dat je het niet wil, dan is het duidelijk dat is strafbaar. Als je dat niet doet, dan kom je in een situatie terecht van had de verdachte nou kunnen weten dat je dat niet wilde. Het is heel begrijpelijk dat slachtoffers verstijven of dat iemand zoiets heeft, ik zeg niks, ik doe maar een beetje mee, want dan is het heel snel over. Ja, dan hangt het bijvoorbeeld van zo'n machtspositie af van de een ten opzichte van de ander of dat dan strafbaar is. Als jij bijvoorbeeld zegt in een machtsverhouding van jij moet dit en dit doen, of als ik jou niet mag betasten, dan zorg ik voor ontslag of dat je nergens aan de bak komt, dat soort dingen, dan kijkt de rechter er wel naar van ja, had van het slachtoffer nou verlangd kunnen worden dat ze daar weerstand aan bood. Dat is afhankelijk van die situatie, maar dat is wel bij een machtsverhouding dus zo. Hè? Dan heb je eerder sprake dat je van iets moet dulden dan al zijn het twee gelijkwaardige partijen. Want dan is het natuurlijk de vraag waarom hè, moet je dat ondergaan? Waarom had je niet weg kunnen lopen? Dat is dan de vraag. En dan is er nog de vraag of er voldoende bewijs is om iemand te vervolgen. Wat zedenzaken altijd zo moeilijk maakt is dat het een één-op-één situatie is. Hè? Je hebt de aangeefster en een verdachte. Vooral als de verdachte het ontkent en de aangeefster zegt het heeft wel plaatsgevonden. En in het strafrecht heb je twee bewijsmiddelen nodig. Nou, vaak zijn er geen getuigen of camerabeelden die dat bevestigen. Dat weet onze hoogste rechter ook. Dus die heeft daarvan gezegd van kijk, je hoeft niet dubbel bewijs te hebben als het gaat om bijvoorbeeld dat het te zien is of dat iemand anders het heeft gezien dat jij bent betast. Maar dingen eromheen. Dus bijvoorbeeld als er bepaalde pikante appjes naar jou zijn gestuurd. Of iemand ziet dat na afloop dat jij heel overstuur terugkomt. Dat kan wel een soort steunbewijs opleveren. En dan kan het alsnog tot een bewezen verklaring komen.